Hoi, super leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie weer mijn veel producten zien van de maanden maart en april. Dit is het mandje. Er zijn niet heel veel producten zitten erin, maar ik had toch wel weer een aantal producten die ik helaas niet zo fijn vond. Dus mocht je nou benieuwd zijn welke producten ik dus gewoon niet fijn vond van zowel maart als april, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Uiteraard zal ik de producten die swatchbaar zijn ook even swatchen. Zodat je even weet wat, waarom ik het dus niet fijn vond. Ik begin met twee producten uit de trendeditie hashtag Pink & Proud van Essence. Mocht je mijn favoriete video gezien hebben, heb je daar ook al een aantal producten voorbij zien komen. Maar ik had ook twee producten die ik niet fijn vond. Allereerst is dat deze Body Highlighter Spray. Het is een roze spray. Deze heeft de naam 01 Mindset Outstanding gekregen. Ik vind de verpakking wel super leuk. Het is gewoon eigenlijk een sprayflaconnetje. Die je dus eigenlijk over je lichaam kunt sprayen. Maar ik had dus verwacht dat je hier dus ook gewoon een beetje van zou gaan glimmen. Dus je kunt het gewoon op je, op je lichaam sprayen. Ik heb het dan bijvoorbeeld een beetje hier bij mijn nek gesprayed. Maar het enige wat ik zag was een roze glot en geen shimmers. Dus er kwam geen highlight effect. Je zag gewoon niks. De geur was wel heel lekker. Maar kijk, als ik hem op mijn hand spray, is dit hetgene wat je ziet. Hij is roze en je ziet eigenlijk totaal geen glimmers. Dat vond ik best wel jammer, want het was wel, het idee was wel heel erg leuk, maar de uitwerking niet. Ik ruik hem nou ook weer. Het heeft een heel zoet geurtje, maar helaas was het niet wat, wat ik ervan had verwacht. Ook uit die collectie heb ik de Soapy Brow Styler. Dit zit in een doosje. Deze heeft de naam 01 Stronger Than Yesterday gekregen. Dit is dus een soort wax. Het is een transparante soapy textuur, waarmee je dus je wenkbrauwen in model kunt krijgen. Het is weer een hype wat nieuw is en je kunt hiermee dus hele strakke wenkbrauwen krijgen, maar ook een beetje van die borstelige wenkbrauwen. Het is net wat je zelf mooi vindt. In het verpakkingje zit een heel schattig doosje waar dus het product in zit en er zit ook een heel klein spoelietje bij waarmee je dus dit product kan aanbrengen. De bedoeling is dat je de spoelie dus nat maakt. Dit kan door een beetje fixing spray of eventueel het water. En dan ga je dus in het doosje. En zo ziet het eruit. Op de video lijkt het misschien een beetje leeg, maar er zit dus echt product in. Maar ik vond het helemaal niks. Ik heb het geprobeerd. Ik kreeg er amper product vanaf. Ik dacht eerst zelfs dat er nog een plastic laagje overheen zat. Nou, dat heb ik uiteindelijk niet kunnen vinden. Je ziet misschien wel dat ik er met mijn spoelie doorheen ben gegaan. Maar ik vond dit echt vreselijk. Want ik kreeg mijn wenkbrauwen hier gewoon niet echt mee gesteld. Dan vind ik gewoon een brouwmascara gewoon veel makkelijker gaan dan dit. Dit heeft gewoon zo'n gebruiksaanwijzing dat ik denk van, nou, weet je, voor mij is dit niet echt heel fantastisch. Dus deze vond ik helaas ook niet fijn. Dus ik vond het te veel gedoe, te veel geklier. Dus ja, doe mij maar gewoon een brouwmascara. Dat is beter. Dan heb ik een deodorant. En deze is van Zwitserland. Dit is de Zwitserland deodorant original. Je hebt ook nog de variant. Die is volgens mij nog iets milder. Dit is een deodorant met een milde en zachte Zwitserlandgeur. En hij belooft 24 uur frisheid. Het is best wel een klein verpakkingje, want hier zit 100 ml in. Nou ja, trouwens, dat valt wel mee, maar hij is geperst. Omdat het een geperste deodorant is, zit er eigenlijk volgens mij evenveel in dus wel als een gewone. Alleen het verpakkingje is wat kleiner. Nou, hij heeft een hele normale spray op. De geur is ook heel lekker, want hij ruikt echt naar Zwitserland. Ik vind Zwitserlandgeur echt fantastisch. Maar ja, ik refereer Zwitserland altijd aan baby's. Dus ik denk altijd, ja, het is eigenlijk voor baby's. Maar toen ze deze deodorant uitbrachten, dacht ik, oh, hier ben ik zo benieuwd naar. Alleen, hij helpt mij niet fris. Hij is voor mij te mild. De geur is fantastisch, maar ik zweet hier toch doorheen. En dat is gewoon heel erg jammer.
Ja, ik heb zelf eigenlijk normaal gesproken gebruik ik ook wel echt hele speciale deodorant. Die heb je ook wel vaker in mijn opgemaakte video's voorbij kunnen zien komen. Maar ik vind het soms voor de nacht ook wel fijn om een gewone deo te gebruiken. Want in feite hoef je die deodorant, zeg maar, die ik gebruik, maar één keer per dag aan te brengen. Die zou je 24 uur fris houden. Maar ja, na het douchen vind ik het toch wel fijn om deodorant aan te brengen. Maar mijn geur komt hier helaas gewoon doorheen. Dus hij is voor mij gewoon te mild. Nou ja, het is wel zo. Ik wil hem wel gewoon gaan opmaken hoor. Want ja, daar moet ik dan maar even mee leven. Maar ja, ik denk toch wel dat hij misschien meer voor de wat jongere meiden onder ons is. Er staat ook echt wel bij. Hij is voor jong en oud. Ja, als je een man bent, kan je het natuurlijk ook gewoon gebruiken. Ik zeg wel meiden, maar ja, ik weet niet of mannen echt speciaal van Zwitserse geur houden. Maar ik denk zelf dat ik een beetje te oud ben. Ik denk dat het misschien gewoon leuk is als je een leeftijdje van 16, 17 hebt. Misschien wel 15, weet je wel. Dat het dan misschien wel werkt. Maar voor mij werkt het gewoon niet. En je zou denken, zodra je ouder wordt, wordt het zweten minder. Maar bij mij is dat helaas niet zo. Dus nee, voor mij was deze gewoon te zacht. Dan heb ik van Essence van de Hello Good Stuff Line een Tinted Beauty Cream. En ik heb hem eigenlijk in het donkere kleur, want dit is de 20 Medium. Het is een moisturizing cream met cactusblossom extract. En deze lijn bevat dus geen microplastic deeltjes. Er zitten geen mineralenolieën in en ook geen parabenen. Dus het is echt wel een heel fijn product. Alleen de kleur is gewoon te donker voor mij. Ik wist, ze hebben dus blijkbaar ook nog een lichtere kleur. Dit is de opening. Oh, ik ga hem gelijk eerst even dichtdraaien voordat ik je de swatch laat zien. Want ik zit er nu al. Het gaat ook al een beetje lopen. Het is best wel een lichte. Kijk, het is een beetje een licht product. Maar dit is de kleur. Het is een beetje chocoladebruin. Misschien dat de lichte kleur voor mij wel goed zou zijn. Want ik vind het product op zichzelf wel heel erg fijn. Maar dit is gewoon, de kleur is verkeerd. Dus ik zou eigenlijk ook nog wel, ja joh, laat hem vallen. De lichtere kleur willen proberen. Om te kijken of die het wel doet. Want ik vind dit product is bijvoorbeeld wel heel erg fijn om in de zomer te gebruiken. Want je hebt niet echt de structuur van foundation. Maar je hebt wel een kleurtje. Maar eigenlijk is deze kleur voor mij gewoon niet goed. Dus daarom heb ik hem toch bij de felproducten gestopt. Ondanks dat ik het product zelf fijn vind, ja, is de kleur gewoon niet fantastisch. Dus deze wil ik gewoon gaan proberen in de Teen Light. Om te kijken of die wel goed is voor mij. Dan heb ik een Concentrated Handcream van Shein. De SOS Concentrated Handcream. En dit is een intensieve moisturizing for very dry and chapped skin. Nou, mijn handen die zijn gewoon heel erg droog. En natuurlijk ook nu we heel veel moeten wassen. En dat je toch wel regelmatig dat desinfecteerspul op je handen doet. Het is nou niet fantastisch voor je handen. En deze handcrème. Ja, die zou dus gewoon eigenlijk je handen weer zacht maken. Je kunt hem indien nodig meerdere malen per dag zorgvuldig inmasseren. En er zit voldoende in voor circa 200 behandelingen. Nou, dit is de opening. Hij ruikt ook niet echt, alleen de structuur is niet fijn. Want, ik ga hem een beetje opdoen. Kijk, het is eigenlijk een soort vaseline lijkt het wel. Hij trekt ook niet in je huid. Hij blijft er een soort van op liggen. Je kunt hem gaan insmeren. En dan blijft hij plakkerig. En ik vind het toch wel fijn als je een handcreme inmasseert, dat het op een gegeven moment helemaal lekker is ingetrokken. Dat je gewoon zachte handen hebt, maar niet meer dat plakkerige gevoel. En deze blijft gewoon heel erg plakkerig. En dat vond ik zo verschrikkelijk. Ik had ook niet echt het idee dat hij heel veel voor mijn handen deed. Misschien maar waren mijn handen daar ook niet droog genoeg voor. Want het is natuurlijk wel voor extreem droge handen. Maar nee, ik vond dit gewoon geen succes. Een handcrème moet bij mij gewoon wel lekker intrekken en er moet niet zo'n vettige laag op blijven liggen. Dus in dat geval zou ik hem niet aanraden. Mocht je nou echt heel veel kloofjes en zo in je vingers hebben en misschien echt gewoon hele extreem droge handen, dat het misschien wel werkt. Maar ik denk dat mijn handen gewoon niet droog genoeg waren. Dus daarom vond ik de structuur van deze handcrème gewoon niet fijn, helaas. Dan heb ik ook nog een
contouring en highlighting penseltje van Catrice. Die ziet er zo uit. En hiermee kun je dus je ogen accentueren. Ik heb deze in de kleur 030 Contour de France. Nou, ik spreek het vast weer verkeerd uit, maar goed. Hier kun je dus, je hebt een bruin kleurtje, een heel zacht bruin kleurtje. Deze is bijvoorbeeld heel erg mooi voor de waterlijn. Je kunt er misschien ook nog wel een eyelinertje mee trekken. Dat is deze. Maar het is dus weer echt een potlood die je zelf moet slijpen. Kijk, dit is dan de bruine kleur. Het pigment is op zich niks mis mee, maar de potlood doet gewoon veel te veel zeer aan je ogen, weet je. Het voelt gewoon niet fijn aan om dit op je waterlijn aan te brengen, omdat het al zo teer is en dan ga je er met zo'n potloodje overheen. Nee, ik vind het gewoon helemaal niks. Dit is het highlighter gedeeltje. En nou, je moet gewoon heel hard drukken. Kijk, je ziet hem al amper, je ziet hem heel licht, voordat wat product van afkomt. En dat vind ik gewoon heel erg jammer, want dit soort producten zijn heel leuk, maar ik heb toch liever potloden die je omhoog kan draaien of zo. Dat het gewoon echt wat, ja, wat zachter is op de huid. Dus ja, omdat het gewoon een echt potlood is, vind ik hem gewoon te hard. En daarom is het voor mij zeker geen succes, omdat het gewoon mijn structuur niet is. Dan heb ik van Lottie London 3 eyeliners. Deze komen uit de X Lila Loss collectie. Daar heb je de afgelopen tijd al meerdere producten voorbij van zien komen. Dit is de verpakking. Op zich ziet het er hartstikke leuk uit. Aan de onderkant zie je ook de kleur van de eyeliner. Dit is trouwens de kleur, ik ga het even opzoeken hoor, want het staat er heel klein op, Rich. Maar waar ik heel erg verbaasd over was, dat was eigenlijk het applicatortje. Want kijk, dit is de applicator. Het is eigenlijk gewoon een lipgloss applicator. Waarmee je dus gewoon eigenlijk totaal niet nauwkeurig kunt werken. En je ziet eigenlijk de kleuren in een ooglook totaal niet terug. Kijk, als ik hem nu gewoon aanbreng. Normaal een eyeliner kwastje, dat is gewoon echt een kwastje. Dat is wat smaller of wat breder. Daar kun je heel nauwkeurig mee werken. Dit is trouwens de kleur Rich. Maar hiermee kun je gewoon geen eyeliner aanbrengen. Dus ik, ja, misschien dat hij leuk is nog als een gewone oogschaduw. Maar als eyeliner vind ik hem totaal gefaald. Omdat je ziet het en niet terug als eyeliner. En dus de applicator is gewoon hartstikke vervelend. Dan heb ik hier de kleur Champagne. Dat is een witte kleur. Die zag je op zich nog wel wat beter. Maar ja, het verhaal van het kwastje blijft. Weet je, je kunt hier gewoon niet nauwkeurig mee werken. Dit is de kleur Champagne. Zoals je ziet is de structuur ook vrij dun. Dus het is niet echt een hele strakke eyelinerstructuur. En dan heb ik hier nog de kleur Pink Diamonds. En die is dus roze. En op zich weet je, het is heel erg leuk bedacht. Maar de uitwerking is gewoon helemaal niks. Dat is deze. Dus ja, eigenlijk vind ik ze als eyeliner gewoon totaal niet geschikt. En ook gewoon het kwastje, dat hadden ze niet moeten doen. Dus deze vond ik totaal niet fijn. En ook zeker niet aan te raden. Want je kunt er helemaal niks mee. Dan ben ik ook gelijk toe aan het laatste product. En dat is deze blush lighter. Dit is een Gradient Powder Blush van Essence. Hier was ik heel erg benieuwd naar. Ik kwam deze heel toevallig tegen in zo'n bak met korting, want hij ging er blijkbaar uit. Het vreemde is, ik zie hem nu wel weer op de site van het Kruidvat staan. Dus ik weet het niet. Maar ik heb hem in de kleur 02 Coral Sunset. En ja, het is dus een hele zachte blush met twee verschillende finishes. Want er zitten dus twee kleuren in. En zo ziet dat eruit. Dus je ziet eigenlijk hier de wat lichtere kleuren, hier de wat donkere kleur. Je zou dit los van elkaar kunnen gebruiken of gemengd. Ja, ik vind dat altijd veel te veel gedoe. Dus we mengen hem gewoon lekker. En kijk, dan is dit de blush. Maar dat zie je op je gezicht bijna niet terug. En dat vond ik heel erg jammer. Want je kunt hem wel opbouwen, maar het blijft gewoon een heel minimaal kleurtje. En als ik een blush gebruik, moet je het ook wel lekker terugzien. Weet je, dat moet gewoon goed te zien zijn en niet half gebakken. Dat was bij deze blush wel het geval. Dus dat vond ik wel heel jammer. Want ik was hier zo benieuwd naar. En dan valt hij eigenlijk heel erg tegen. Ja, gelukkig heeft hij me echt heel weinig gekost. Maar ja, ik snap wel dat het ook een soort light effect in zit. Maar ik vind de kleur gewoon te minimaal. Dus helaas, ook deze was geen succes voor mij.
Nou, dan waren dit alweer alle veel producten. En het viel me eigenlijk wel mee wat er in het bakje zat. Vaak zijn het niet heel veel producten. Ik denk trouwens dat deze al niet meer te koop zijn. Want dit was een trendeditie die heel erg hard ging. Dus dat durf ik niet te zeggen. Maar ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd of jij al eens een van deze producten hebt geprobeerd. Of dat je het eigenlijk wel heel graag wilt proberen. Of misschien vond jij de producten die ik heb laten zien, dat er een product bij zat dat je denkt van nou, ik vond hem hartstikke fijn. Ik ben er eigenlijk wel heel erg benieuwd naar. Nou, van deze ga ik dan zeker nog de lichte kleur kopen. Omdat ik toch wil weten of dat die wel heel fijn, of dat die wel bij mijn huidskleur past. Omdat het product zelf verder wel fijn was. Ja, ik wil je voor nu in ieder geval gewoon heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het toch leuk vond om te zien. Ben je nou nieuw op mijn kanaal en wil je op de hoogte blijven van mijn video's, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Op mijn kanaal zelf staat een rode button en als je daarop klikt, ben je ook geabonneerd. Daarnaast staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online komt. Vond je deze video leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. Nu wil ik je bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!